De verdachte van een dubbele moord in de stad Groningen hult zich in stilzwijgen. De politie vestigt de hoop op DNA-bewijs. Goedenavond. Nieuws uit het noorden van vrijdag 3 mei. Dit is Noord Vandaag. De politie heeft een bende opgerold die wordt verdacht van 31 inbraken in Groningen en Noord-Drenthe. De 5 mannen komen uit Groningen, Harlingen en Veendam. 2 van hen zitten nog vast. De helft van de inbraken pleegden ze in de stad Groningen. De politie schat de totale schade op ongeveer 70.000 euro. Ja, het ging om heel veel waardevolle spullen. Bij bijvoorbeeld een ouder echtpaar uit Eelde is een zilveren bestek uit 1866 weggenomen. En bij een van de verdachten werd een visitekaartje bij een antiquair ontdekt, of van een antiquair. Daar doen wij iedere dag controles, in ieder geval regelmatig. En daar vonden we een gedeelte van het zilveren bestek weer. In Zandberg klonk vanmiddag het startschot van een bijzondere wielerwedstrijd. Met zo'n 50 amateurs werd herdacht dat de eerste etappe van de Giro d'Italia in 2002 in onze provincie werd verreden. In Napels beginnen de professionele wedstrijdrenners vanaf morgen aan alweer de 96e editie van de belangrijkste wielerronde van Italië. DNA is tot nu toe het belangrijkste bewijs in het onderzoek naar de dubbele moord op 2 bejaarde inwoners van de stad Groningen. Op de schoen en jas van de verdachte is bloed aangetroffen van de 71-jarige Trevor Griffiths. Blijkt uit het voorlopige procesverbaal dat in handen is van RTV Noord. De bejaarde stadjers werden in januari vermoord in hun woning aan de Oliemildersweg en de Waldeck-Piermondstraat. Judoka Kim Polling is gisteravond gehuldigd in haar voormalige woonplaats Zevenhuizen. Polling werd afgelopen weekend in Boedapest Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram. Ze kreeg een ereronde in een koets door het dorp en werd daarna gehuldigd in zaal de Appelhof. Voor Kim Polling was het een bijzondere avond. Het is ook niet voor niets het leukste dorp van Groningen geworden natuurlijk. En ja, hoeveel mensen ook langs de kant. Ik denk, sowieso zit ik in de koets en is er niemand aan de kant of zo. Maar er waren echt heel veel mensen ook. En ik maar zwaaien. En nee, ik vond het echt heel erg leuk. En een uitgebreid verslag van de huldiging van Kim Polling vindt u op onze website rtvnoord.nl. De Waddenvereniging gaat niet in beroep tegen de verruiming van de gaswinning onder de Waddenzee. Minister Kamp heeft een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de gaswinning op het Waddengebied toegezegd. De NAM heeft van het kabinet toestemming gekregen meer gas te winnen, omdat de bodem onder de Waddenzee de laatste jaren minder snel is gedaald dan verwacht. Vakbond FNV Eemshaven heeft het faillissement aangevraagd van uitzendbureau Krekels. Het bedrijf was door de rechter veroordeeld tot een forse nabetaling aan 200 Poolse steigerbouwers. Maar de uitzendorganisatie heeft geen geld om dat achterstallige salaris te betalen. Het gaat om enkele tonnen. Vertrekkend wethouder Edward Stulp van Delfzijl heeft forse kritiek op zijn collega-wethouders en burgemeester Emma Groot. In een verklaring over zijn vertrek schrijft Stulp dat hij van zijn collega's geen medewerking kreeg om zijn beleid uit te voeren. En ook zouden ambtenaren hem hebben tegengewerkt. Het gemeentebestuur komt dinsdag met een reactie op de verklaring. Straks het derde en laatste deel van de persoonlijke zoektocht van RTV Noord-verslaggever Reinder Smit naar zijn voormalige Joodse buren. Heeft hij na de oorlog nog iets gedaan met zijn Joodse geloof? Nee. Dat werd eigenlijk ook bij ons thuis niet. Er werd niks aan gedaan. Op dit moment is het droog. Dat is algemeen bekend. En ik denk ook niet dat er op de keurtermijn echt een verandering in komt. Waar wel een verandering in komt, is de temperatuur. Want het wordt flink warm. Begin volgende week boven de 20 graden. Een opvallende verklaring van de verdachte van een dubbele moord in de stad Groningen. Ik denk dat die vrouw dood is. Mijn handen zitten onder het bloed. En Michael moest geld hebben. Drugsverslaafden doen gekke dingen voor geld. Dat staat allemaal in het procesverbaal van het onderzoek naar de moord op de bejaarde stadjes Gudrun Kuster en Trevor Griffiths. Het procesverbaal bevat tientallen verklaringen van vrienden, kennissen en andere getuigen. Belastende verklaringen. Zo stuurde Michael S. op de ochtend van de dubbele moord een sms'je aan zijn vriendin met de volgende tekst. Baby, ik zit echt, maar dan ook echt in de shit. Ik heb er een zootje van gemaakt. En in een telefoongesprek diezelfde ochtend vertelt hij aan een vriend. Ik denk dat die vrouw dood is. Mijn handen zitten onder het bloed.
In het procesverbaal zijn meerdere gesprekken met de vriendin van de verdachte opgenomen. Zij verklaart onder meer... Hij was die ochtend aan de telefoon heel vaag en in de war. Hij was ergens waar hij geld moest krijgen en daar is het uit de hand gelopen. Mike moest geld hebben. Drugsverslaafden doen gekke dingen voor geld. De inhoud van de sms'jes en telefoongesprekken waren een schreeuw om aandacht, maar berustte niet op waarheid, aldus de verdachte. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de dood van de twee stadjes en beroept zich verder op zijn zwijgerecht. Michael S. huurde tot zijn arrestatie een kamer op de bovenverdieping van deze woning hier achter mij aan de Peizerweg. Als hij wordt gearresteerd, blijkt hij bloed in zijn jas en op zijn schoen te hebben. Hij verklaart dat hij zijn hand tussen de voordeur heeft gekregen en dat het dus om zijn eigen bloed gaat. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt echter dat het om bloed van een van de slachtoffers gaat, de 71-jarige Trevor Griffiths. Verder blijkt dat de verdachte onder meer in het bezit was van de mobiele telefoons van beide slachtoffers. Maandag is de eerste proforma-zitting in het proces tegen Michael S. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Bovendien moet de verdachte eerst nog onderzocht worden in het Pieterbaancentrum. Hoe blijf je uit de greep van de crisis in een sector waar het toch al slecht gaat? Schoolmadruk in Bedum heeft een antwoord. Koop een nieuwe drukpers. Met de mogelijkheden van de machine mikt het bedrijf zelfs op groei. Hij is nog aan het proefdraaien en moet nog precies worden afgesteld. Maar over een paar weken is hij er helemaal klaar voor. Hiermee worden straks grote oplages gedrukt. Sneller en beter. Zo is de omschakeltijd naar een volgende orde nog maar 3 minuten in plaats van 20. Je moet sterk automatiseren. Je proces moet gewoon lean en mean zijn. Zo laag mogelijk kosten. Anders red je het gewoon niet. Dit paradepaardje kost 1,5 miljoen euro. Het moest worden geleend. Het MKB heeft in de crisis moeite met het krijgen van krediet. Maar hier was dat geen probleem. We draaien zwarte cijfers. We hebben een goede visie. En daar heeft de bank een ja tegen gezegd. Voor de drukkers is de nieuwe pers even wennen. Ze hebben in Duitsland een cursus gevolgd bij de fabrikant, maar dat gaat hier in Bedum gewoon verder. Het is niet wat mensen denken, een knapje indrukken. Er komt meer bij kijken dan alleen het drukken alleen. Klanten stellen steeds hogere eisen. Scholma wil met de nieuwe pers zijn drukkerij toekomstbestendig maken. Want de grafische sector kent de meeste faillissementen, zelfs meer nog dan in de bouw. Dat kun je alleen maar omkeren dat als je nieuwe activiteiten gaat ontplooien, zeker meer werk hebt. Dus we zetten ook duidelijk in op groei. Over een paar weken wordt de nieuwe pers feestelijk in gebruik genomen. Dat gebeurt tegelijk met de viering van het 75-jarig bestaan van de onderneming. De opdracht is eigenlijk heel eenvoudig. Zondag gewoon winnen van VVV Venlo. En dan is FC Groningen zeker van de play-offs om Europees voetbal. En die kans is best groot. Zeker omdat steunpilaar Virgil van Dijk na een schorsing terugkeert in het elftal. Het zijn ook meteen de laatste loodjes voor Van Dijk bij FC Groningen. Hij wil daarin belangrijk zijn en wil niet vanaf de tribune moeten toekijken. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag tijdens de Zeepert in Eindhoven. Ik weet dat het altijd lastig is bij PSV uit. En doet het natuurlijk zeer hoe we vooral de eerste helft hebben gespeeld. Tweede helft was wel iets beter, maar ja, goed, het is gebeurd en we hebben het uitgesproken en we zijn klaar voor zondag. Naast Van Dijk is ook Rasmus Linkeren terug. En dit is de zweet niet verleerd. Ze zijn met z'n beiden de spil van het elftal en kunnen niet gemist worden. Als dat te vaak gezegd wordt, dan is het blijkbaar denk ik al zo. Maar ja, kijk, het is gewoon belangrijk dat we stabiel zijn. En kijk, als er wisselingen in de elftal zijn, dat is nooit, pakt nooit eigenlijk goed uit. En, maar goed, we zijn terug. En we gaan gewoon voor de winst zondag. Dan over de toekomst van de verdediger. Belangstelling is er genoeg, maar hij maakt zich er nu niet druk over. Ik wil me focussen op zondag en wat ik na dit seizoen ga doen, dat zullen we dan wel zien. Staat het voor jou al vast dat je weggaat, hoe dan ook? Ja, als er een mooie club komt, dan sta ik daar zeker voor open namelijk. Want ik heb ambities en ik wil hoger op en ik wil het hoogst haalbare halen, zou ik maar zeggen. En ja, dan moet ik natuurlijk wel stappen gaan maken. En, dat wil ik ook. Hoeveel van die mooie clubs staan er voor jou in de rij? Ja, er zijn wel mooie clubs in de rij, maar ja, we zullen het allemaal wel zien. In het kader van het project Altijd de Klos werkt Rob Mulder onder meer aan het Groningen Toekomstfonds. Dat fonds moet een voortdurende impuls zijn voor de Groningen economie. Ook als
het aardgas in de bodem allang op is. Rob, ja, hoeveel geld moet dat fonds dan gaan opleveren om dan uiteindelijk echt van betekenis te zijn? Ja, dat is lastig. Ik kom straks op het geld terug. Nu is het belangrijk om te weten, want anders ontstaat daar verwarring over. Het is belangrijk dat geld wordt belegd. En ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van beleggen. Maar wat ik wel weet, en dat heb ik ook in Noorwegen en Alaska gezien, dat beleggen heel lucratief is en heel erg interessant. Maar politici willen dat natuurlijk niet. Dus het compensatiefonds van Max van den Berg, waar hij over praat, dan komt er geld naar de provincie en over 10 jaar is dat op. Nee, ik wil geld voor de komende generaties. Voor mij praat 100 jaar lang en dan moet daar geld uitkomen. Ja. Maar eerst even over het beleggen. Want ik heb een beleggingsspecialist gezocht. En die zit hier wel vaker, Rob Visserdijk, onze eigen specialist, zeg maar. En die vindt beleggen toch echt een goed idee. Nou, politici geven het geld liever direct uit. Maar beleggen heeft natuurlijk bepaalde risico's. Maar die risico's die middelen zich uit op de wat langere termijn. En daar is eigenlijk zo'n fonds ook voor geschikt voor. Ja, geschikt zo'n fonds om te beleggen. Dat moet je ook doen. Noorwegen bewijst dat het kan. Maar politici zijn er huiverig voor. Er zijn ook wel voorbeelden van dat het mis is gegaan. Maar in Noorwegen en Alaska gaat dat prima. Maar dan gaat het om de vraag, hoeveel geld moet eruit komen? Nou, ja, ik heb even maar... Ik heb zo gedaan, Femke. Ik dacht van nou, ik vind 50 miljoen wel een mooi bedrag. Jij niet? Ja. Elk jaar. Enig. Elk jaar 50 miljoen zo in de Groninger economie. Ja. Erbij, hè? Toen heb ik aan Rob gevraagd van ja, reken me nou eens uit wat er dan nodig is om die 50 miljoen uiteindelijk eruit te krijgen. Nou, dat heeft hij ons gedaan en hij rekende het uit op de bodem. Heel leuk. De aardgasbaten vorig jaar in Nederland waren 12 miljard euro groot. Dat is 12 met 9 nullen. Nu hebben we 12 provinciën in Nederland. En het zou toch niet zo gek zijn als Groningen van die 12 miljard 1/12 deel zou krijgen. Dat is 1 miljard euro voor het investeringsfonds. Dat is een 1 met 9 nullen. Als je die 1 miljard euro gaat beleggen en je kijkt naar het rendement dat de grootste belegger van Nederland, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, heeft gemaakt door de jaren heen, dan ligt dat rendement rond de 7%. Dan komt er jaarlijks 70 miljoen euro naar het investeringsfonds van de provincie Groningen. Stel je voor dat we zeggen 20 miljoen moet overblijven voor om de inflatie te dekken. Dus om het fonds waardevast te houden. Dan houden we om te investeren in de Groningse economie een bedrag over per jaar van 50 miljoen euro. Dat is 50 met 6 nullen. En daarmee kan de Groningen economie tot in lengte van jaren vooruit, zeker voorbij 2050, wanneer de aardgasbaten in Nederland waarschijnlijk gereduceerd zijn tot nul. Ja, een miljard euro bij elkaar krijgen. Makkie. Er komt zoveel uit die bodem, dat is echt beide vingers in de neus. Dat lukt zo. Nou, ik wens je veel succes. Dankjewel, Rob. Nou, ik ben heel erg gecharmeerd van RTV Noord. Ik ben 7 jaar geleden hier naar Groningen gekomen. En ik ben eigenlijk 1-op-1 overgestapt van RTV Oost naar RTV Noord. En dat is me heel goed bevallen. Ik blijf zo mooi op de hoogte van al het actuele nieuws. En ik leer nog een beetje plat praat, net zoals hier in Groningen doet. En dat deed ik in Twente deed ik dat ook. Dus ik doe dat hier, probeer ik hier ook. En dat leer ik allemaal van RTV Noord. RTV Noord komt tweede Pinksterdag bij u op visite. Tenminste, als daar een goede reden voor is. Wiebe Kleinstra, die weet er alles van. Wiebe, wat is het idee? Het idee is, wij horen vaak als verslaggevers van, kom eens een keer langs, kom eens een keer op visite. Nou, het is een idee geweest voor een dagdurend programma, waarbij wij dus bij mensen echt op visite gaan. Ja. Maar er moet wel een goede aanleiding voor zijn. En dat willen we graag van de mensen weten. Ja, wat zou een aanleiding kunnen zijn? Wat vind je een goede aanleiding? Nou ja, Rob Mulder, collega, zegt net tegen mij in de coulissen van, ik ben tweede Pinksterdag jarig. Dat is een reden dat wij langskomen natuurlijk. Dus jullie gaan er feestje ook vieren, langs. Bijvoorbeeld, een jubileum. Iemand heeft een rijbewijs gekregen, noem iets geks. Ruzie met de buren misschien, tijd voor een feestje, dat soort dingen. Tijd voor een feestje, ruzie met de buren. Weet ik veel, bedenk het maar. Het gaat om een vrolijke visite, hè? Ja, het gaat om een vrolijke visite, dat is de aanleiding. En wat moet ik me erbij voorstellen, wat gebeurt er dan? Nou, je moet voorstellen dat Mark Wiers en ik komen langs, live in de uitzending, radio, en we maken ook opnames voor tv. En we leggen 10 van die bezoekjes af en we proberen gewoon maatwerk te leveren voor 10 van die visites. Maar het ligt er helemaal aan natuurlijk wat er moet gebeuren. Ja, verjaardagsvisite ga je wat anders doen dan bij bijvoorbeeld die ruzie met de buren. Nou ja, bijvoorbeeld. En dat maakt het natuurlijk extra spannend. Mensen moeten komen met een leuke aanleiding om dat wij moeten komen. Kun je jezelf opgeven? Kun je anderen opgeven? Je kunt jezelf opgeven, dat kan natuurlijk. Maar het kan ook best dat je zegt van ik geef iemand anders op. Hou het misschien dan even geheim. Dat wordt extra leuk. Maar je kunt jezelf opgeven en anderen ook. Oké, en dat kan via de website. rtvnoord.nl. Goed, dankjewel Wiebe Kleinstra.
Collega Reiner Smit die woont in de voormalige Joodse buurt van de stad. En hij vroeg zich af, wie waren mijn buren? Wie wonen er tot 1942 naast mij? En wat is er van die Joodse families geworden? Vanavond de derde en laatste deel van zijn zoektocht. Dit is het verhaal van mijn buren, of beter gezegd, het is het verhaal geworden van één van mijn buren. Buurjongen Max Marcus van hiernaast. Medio 1944 was hij de enige die nog in leven was van de 29 mensen uit 5 Joodse gezinnen die hier om mij heen woonden. De rest was inmiddels vermoord in Auschwitz of omgekomen in de werkkampen. Max is overleden in 1979, maar zijn kinderen leven nog. Die weet helaas maar heel erg weinig over wat hij tijdens de oorlog meemaakte. Maar als je gaat graven in de archieven, bijvoorbeeld in kamp Westerbork, dan kan ik zijn verhaal van wat hij tijdens de oorlog meemaakte reconstrueren. Via kamp Westerbork werd Max Marcus samen met zijn familie en een groot gedeelte van de Groningen Joden in oktober 1942 gedeporteerd naar Auschwitz. Dus Abraham Marcus, jouw buurman, is dus ook met zijn zoon in Kozel uit de trein gehaald. Hij kwam samen met zijn vader terecht in een werkkamp, Bobrek, waar ze elektronica voor vliegtuigen en onderzeeërs moesten maken. In de archieven van Westerbork vinden we nog een stuk van de puzzel. Een kaart waarop staat dat Max tot januari 1945 in de werkkampen in of rond Auschwitz moet zijn geweest. Kijk, hier staat 29-1-45 Auschwitz-Mittelbau. Dus hij is pas heel laat vanuit Auschwitz daar terechtgekomen. Dus het is waarschijnlijk een van de dodenmarsen geweest of een van de evacuatie, marsen vanuit Auschwitz. Vlak voordat het Rode Leger in februari 1945 Auschwitz bevrijdt, worden de gevangenen op transport gezet. Een groot gedeelte overleeft dat niet. Max verliest, vermoedelijk door bevriezing, een aantal tenen en komt terecht in het beruchte Dora-Mittellager bij Nordhausen. Een onderaardse fabriek waar V1 en V2 raketten worden gebouwd. Of hij daar daadwerkelijk heeft gewerkt, dat weet ik niet. Misschien was hij toen nog te zwak. Want we vinden papieren dat hij in het krankenlager van het kamp Nordhausen lag. In april werd dat kamp gebombardeerd door de Engelse luchtmacht. En een groot gedeelte van de gevangenen kwam om het leven. Anderen, waaronder Max, ontsnapten en verborgen zich in de omgeving tot het Amerikaanse leger hun een week later bevrijdde. De filmbeelden die daar zijn gemaakt zijn afgrijselijk. Where the survival and death were contingent on how long human existence was possible on the daily ration of potato peels. One slice of bread and an occasional bowl of a liquid. Jamie, nee, wat erg, hè? Ja. Dus hij moet daar nou net iets beter aan toe zijn geweest als de rest. Als deze rest. Kijk, ja, we zeggen dat hij er zo aan toe was. Amid the corpses are human skeletons, too weak to move. Dat verhaal van meneer Marcus, mijn buurman, die dat overleeft, al die dingen. Is dat een uitzondering? Is dat een bijzonder verhaal? Het is één van de bijzondere verhalen. He, want er zijn natuurlijk uiteindelijk rond de 107.000 mensen vanuit Westerbork gedeporteerd. 5.000 daarvan zijn teruggekomen. En zij hebben allemaal een verhaal. En de een wil het verhaal wel vertellen, de ander wil het verhaal niet vertellen. En zo zijn er dus na de oorlog veel verhalen vastgelegd. Die zijn ook bijvoorbeeld bij het NIOT te vinden. En anderen hebben gezwegen tot het moment dat ze stierven. En kinderen in alle papieren dus in één keer vonden dat vader of moeder gedeporteerd was geweest. Ja. Ik begon mijn zoektocht een paar weken geleden met de vraag, wie waren dat nou, mijn buren? Is er nou nog iemand die iets over ze kan vertellen? En uiteindelijk is me dat bij één iemand gelukt. Mijn buurjongen Max van hiernaast. Zijn kinderen leven nog. En daar kan ik dus aan vragen, vertel me eens, wat was dat nou voor man? Ah, lieve man. Ja. Ja, zonder meer. Ja. Zonder meer. Heeft hij na de oorlog nog iets gedaan met zijn Joodse geloof? Nee. Er werd eigenlijk ook bij ons thuis niet, er werd niks aan gedaan. Alleen we hadden nooit geen kool. Wou die ook niet hebben. Hè? Want? Nee. Nou, dat was een oorlogsverleden. Kampvoedsel. Dat wou die niet hebben. Nee. Geen spruitjes, geen witte kool. Rode kool weet ik niet. Maar ik weet, kool kwam niet op tafel. Wat heeft hij na de oorlog gedaan? Want hij is in dat kamp, hij kwam terug als elektromonteur. Ja. Wat is hij na de oorlog gaan doen? Alles. Hij is vertegenwoordiger, alles wat handel was, deed hij. Ja, dat was het.
Ja. Een vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger en alles. Overal handel. Breed uitgemeten. Ja, precies. Nou, alles is een beetje zijn eigen gang gaan. Hè. Vooral wat je er net al zei. Hij komt terug uit de oorlog. Ja. Het boek is afgelopen. En we gaan met een nieuw hoofdstuk beginnen. Ja. En over dat oude hoofdstuk, daar hebben we niet meer over. Zelden. Denken wij dat hij zo gedacht heeft, hoor. Want... Dat is het idee erachter. Dat is zo wat ik kon weer denken. Ja. Ik leef nu, ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. Uw vader staat hier zo op met pontificaal gewoon zijn nummer, zijn kampnummer erop. Ja. Daar schaamde hij zich voor, dat liet hij gewoon zien. Nee. Ja, ook als hij op de camping was in Duitsland of waar dan ook. Hij liep gewoon in shirtjes, of de mouwen opgestroopt of hoe dan niet expres. Maar gewoon, hij zat daar niet mee. Nee. En hij heeft dus met zijn, ik weet niet wat precies wat, oom Baden en tante Fietje waren ze in Duitsland met mijn moeder. En toen waren ze bij een kamp, welk kamp weet ik niet meer, en toen moesten ze intree betalen. En toen hebben oom Baden en mijn vader allebei de armen naar voren gedaan en liet nummer zien. Toen kon ze zo doorlopen. Zo'n soort lidmaatschapsbewijs. Ja, precies. Ja. Toen stond die man echt met de mond van, wat is dit? Ja. Nou, dat zulke ding vertelde hij wel. Want dat was gewoon, dat vond hij prachtig. Ja, dat was lachen. Ja, dat geloof. Ja. Volgens mij heeft hij er geen trauma aan overgehouden en is hij gewoon verder gegaan met zijn leven. Ja, dat denk ik ook. En tot zover Noord vandaag. Morgen dodenherdenking in de hele provincie. RTV Noord doet morgenavond live verslag van de dodenherdenking op het Martini-kerkhof. En ook is er dit weekend in de Volkingenstraat een voorstelling met de persoonlijke verhalen van Groningers in de Tweede Wereldoorlog. Gespeeld door jongeren van nu. En daarvan staat alvast een filmpje op onze website. Voor nu wens ik u nog een heel mooie avond. En namens de hele ploeg hier een heel goed weekend.